Hey allemaal! Vandaag speelt Norbert samen met Masha op de boot. Oh, superleuk! En Norbert heeft iets spannends bedacht. Hij heeft het kanon echt gemaakt. Met andere woorden, hij heeft er iets echt brandbaar in gezet. Zo lijkt het alsof het echt is. Spannend! Ik hoop dat het goed afloopt. Hey, Masha! Ja? Wat is er? Zwaai maar naar iedereen, want we gaan vertrekken. Dag! Wij zijn weg met ons piratenschip. Woehoe! En we hebben ook een echte schat en zo. Heel cool allemaal, hoor. Ja. Vaarden en vaarden op de wilde zee. Tot plots Norbert iets zag. Masha, hou je klaar. Ik zie piraten in aantocht. We moeten onze bom afvuren. Oh, ons bom? Oh, wacht. Ik ga meteen naar het kanon. Ja, ik ben er. Oké. Zal ik hem richten? Hey, maar wacht eens even. Oké, 3, 2, 1. Oh nee! Norbert, je hebt hem verkeerd geïnstalleerd. Hij is naar onze kant gericht. Oh nee! Oeps, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Oh nee! Het wordt hier heel spannend. Want het wordt warmer en warmer. En zo dadelijk schiet alles in brand. Wat nu? Oh, wat ben ik toch dom. Wat heb ik nu gedaan? Oh nee, zebiet staat heel deze boom, heel deze boot in brand. Oh, wacht. Ik heb een idee. Hey, vogel. Ga jij gauw brandweerman Sam halen? Wee, wee. De vogel vloog weg en Norbert en Masha wachten in spanning af. Want ondertussen begon de boot vuur te vatten. Wat hadden ze bang? Wat is hier aan de hand? Snel, snel, het kanon. Het kanon? Ik heb het per ongeluk verkeerd geïnstalleerd en onze boot zit helemaal in brand. Oh, Norbert toch. Wacht. Oh. Even later hadden brandweerman Sam en zijn team de brand kunnen blussen. Oef, het viel al bij al nog wel mee. Ah, dit was op het nippertje. Dank jullie wel. Ja, en laat ons zeggen dat ik gewoon volgende keer zelf het kanon installeer. En Norbert, toch geen echt kanon. Dat is levensgevaarlijk. Ik weet het, maar oh, het leek me zo leuk. Ah, tot de volgende keer. Dag.